Goedemorgen, gemeente. Goedemorgen. De titel vandaag is Waar is God? En tijdens het kinderverhaal waren er volgens mij twee slimmers in de klas die het al beantwoord hebben eigenlijk. Dus en als u dat begrepen hebt, dan kunnen we hier sluiten en gewoon, ja, de dienst sluiten en naar huis gaan. dank jullie wel. Waar is God? De ultieme vraag. Hebt u zich die vraag ooit al gesteld? De meeste van ons hebben dat wel gedaan en vroeg of laat zult u, als u zegt, zelf die vraag nog niet hebt gesteld, dan zult u het wel doen. We kunnen naar de dierentuin gaan en allerlei soorten dieren zien. We kunnen het telescoop gebruiken en miljoenen sterren en sterrenstelsels waarnemen. We kunnen met een microscoop kleine cellen en organismen zien. Maar wat kunnen we gebruiken om God te zien? Is hij in de ruimte? Als dat zo is, kunnen we hem dan met een telescoop zien? Of is hij zo klein dat we een microscoop nodig hebben om hem te zien? Waar is God? Zoals ik al gezegd heb, zal deze vraag nu vroeg of laat bezighouden. Maar de mensen die deze vraag stellen, kunnen we globaal in twee groepen verdelen. Groep A. Zij die oprecht zoeken naar God en oprecht zijn bemoeienis in ons leven willen begrijpen. En daarbij horen ook de mensen die door allerlei moeilijkheden in het leven gaan en door allerlei onheilsituaties getroffen worden en het dan uitschreeuwen: waar is God om mij in deze situatie te helpen? Kon hij mij niet behoeden voor wat mij nu overkomt? De tweede groep zijn de mensen die niet geloven of niet willen geloven. En in feite een excuus vinden om hun standpunt kracht bij te zetten. Maar ik richt me later in de preek tot deze groep. De zogenaamde atheïsten. Waar is God is de grote vraag. En het antwoord is niet zo ingewikkeld als sommigen denken. De beste en meest accurate informatie over God vinden wij in zijn woord, de Bijbel. God zegt dat hij overal is. En de psalmist vroeg eens aan God, zoals we dat gezien hebben, of gezegd, hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Hoe aan uw blikken ontkomen? Kom ik op naar de hemel, u tref ik daaraan. Lag ik in het dodenrijk, u bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad en al ging ik wonen voorbij de verste zee. Ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. En in Spreuken 15 vers 3 lezen we:
De ogen van de Heer zijn overal. Zowel de goede als de kwade houdt hij in het oog. Weet wat hij doet wanneer er niemand in de omgeving is. Dus in zekere zin, of beter gezegd in ruimere zin, is God overal. Omdat hij de grote ongeziene is, kan hij in alle fysieke plaatsen en precies op dezelfde tijd zijn. Er is geen manier om van God weg te lopen. Of naar een plaats te gaan waar God u niet zou kunnen vinden. En dat is spannend. En tegelijkertijd ook goed nieuws. Omdat het betekent dat er geen plaats is waar de mens zou kunnen gaan die zo ver zou zijn dat voor God om ons te kunnen helpen. In die zin is God dus overal. Als we met de geestelijke bril konden kijken in de geestelijke wereld, dan zouden we in staat zijn om God nu in de hemel te zien, tenminste als hij dat toestaat. In Handelingen 7 lezen wij over een diaken genaamd Stefanus. Stefanus is mijn geliefde diaken. En als je diaken wil zijn in Gods gemeente, dan moet je met God wandelen. Ze woord kennen en het uitleven en voor je geloof staan, ook al zal je daarvoor gedood worden. Hij is vermoord, gestenigd voor het verkondigen van Jezus. Vol van de Heilige Geest kijkt hij naar de hemel en hij zag Gods heerlijkheid. En hij zegt, ik zie de hemel geopend en de mensenzoon die aan God zijn rechterhand staat. Mensen zeggen soms, toon me God, laat mij God zien. En dan bedoelen ze vaak, laat mij zien wat die God van jou in deze situatie kan doen. Maar als God onzichtbaar is, hoe kan hij zichzelf dan tonen? Stel, stel je voor dat er twee mensen zijn op een plat stuk papier. Ja. Om het inzichtelijk te maken, open je gewoon je Bijbel of wat je erover hebt, je app bijvoorbeeld. Stel dus dat dus de oppervlakte de wereld is. En alle letters en cijfers die u daar ziet, zijn mensen. Deze mensen die u ziet zijn tweediagonaal. Ze hebben alleen maar lengte en breedte, meer dan dat niet. Ja? Daar op hun wereld van papier. Kunnen ze u zien? Nee. Ja? Maar u kunt wel hun wereld binnentreden door uw hand op dat stukje papier of uw telefoon of wat u wel in handen hebt te leggen.
Kunnen ze u dan zien? Ze kunnen slechts een deel van u zien. Namelijk dat gedeelte wat hun wereld raakt. En zo is het ook in onze verhouding met God. Wij kennen lengte, breedte, hoogte of diepte. Geef volume, ruimte. En dan hebben we nog een dimensie erbij die wij tijd noemen. Maar God, denk ik, heeft vele, vele dimensies, meer dan ons, waardoor Hij te alle tijden overal kan zijn. En dit is dus een analogie, gewoon een vergelijking van onze situatie en onze verhouding ten opzichte van God. God lijkt soms verborgen te zijn voor ons. Maar Hij bestaat uit of buiten onze dimensies. Hij kan buiten tijd en ruimte zoals wij die kennen bestaan. Daarom is het moeilijk om hem te zien. Wij zijn als de platte mensen op het tweedimensionale vlak. We kunnen niet zien wat er in een derde dimensie is of gebeurt. Maar u en ik, zoals al gezegd, kennen vier dimensies. Hoogte, breedte, diepte, samen ruimte en de tijd. En God gaat daar bovenuit. Hij gaat boven tijd en ruimte uit. Dus hoe kunnen we een zodanig wezen kennen? Net zoals de platte mensen op het papier niet over u en mij kunnen weten, tenzij u zich het papier aanraakt, kunnen wij God niet ontdekken of tenzij Hij zichzelf openbaart aan ons. Hij moet het papier van onze wereld aanraken. God moet in feite terugtreden in zijn afmetingen, zijn dimensies, om zich begrijpelijk aan ons te kunnen openbaren. De onzichtbare God, die kiest ervoor om zich aan de zondige mens te openbaren. Als wij de menselijke geschiedenis bestuderen, met name de religieuze geschiedenis, vinden wij dan gevallen waar God het papier van onze wereld geraakt heeft. Bedenk dat Gods vinger onze wereld heeft aangeraakt in de persoon Jezus Christus. Gelooft u dat de Bijbel waar is? En dat wat het zegt waar is? Als dat zo is, dan erkent u dat de Bijbel het woord van God zelf is. Want, en wat is dat dan een prachtige plaats om op zoek te gaan naar zijn aanwezigheid. Waar is God? Hoe kan ik weten dat Hij bestaat? Als deze vraag in uw hoofd nog steeds onbeantwoord is, denk dan eens na over het bewijs voor God in zijn schepping. In Genesis 1, vers 1 wordt gezegd: in het begin schiep Elohim de hemel en de aarde. Gelooft u dat? Amen. Kijk eens om u heen naar het bewijs. De tekst zegt dat God er al voor het begin was. Hij moet voor het begin al geweest zijn om in het begin te kunnen scheppen. Daarom
is Hij de grote Ik Ben. Degene die zonder begin en zonder eind is. Daarom is Hij de in zichzelf bestaande God. Hij was er, is er en zal er altijd zijn. Psalm 19, vers 1 en 2 vertelt ons: de hemel vertelt van Gods majesteit. Het uitspansel roelt het werk van zijn handen. De dag zegt het voor aan de nacht die komt. De nacht vertelt het door aan de volgende nacht. God wil dat wij moeten weten dat Hij bestaat. De Bijbel zegt dat God zich aan ons heeft geopenbaard door wat Hij geschapen heeft. Want wat een mens over God kan weten, is hun bekend, omdat God het aan hen kenbaar gemaakt heeft. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Ik laat de PowerPoint achter, dus u krijgt hem wel. Verder wordt er gezegd in Psalm 98, vers 2: de Heer heeft zijn overwinning bekend gemaakt. U ziet het weer, wat maakt bekend, hè? Voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld. Laten we teruggaan naar Genesis 1, en dan kijken we daar naar vers 2. Wordt gezegd: de aarde was nu woest en ledig. En u ziet, ik heb pijltjes daar gezegd. En daar staat eigenlijk dus het volgende, namelijk Tohu Wabohu. En dat betekent zonder vorm, ofwel een vormloze chaos. Dit is een staat van woestenij en ledigheid, zonder te impliceren dat de aarde ooit perfect was en daarna verwoest is. En de duisternis zweefde, lag boven de watervloed, en de geest van God zweefde over de wateren. En het woordje zweven daar, eigenlijk, daarmee wordt gezegd in feite: de geest was in een, als het ware, die stond klaar om in actie te komen wanneer het woord gesproken zou worden. Nou, en dan ziet u hier in een paar vertalingen hoe ze daar dat hebben vertaald. En Elohim zei: laat er licht zijn. En hij zei, en alzo werden de hemelen en de aarde geschapen. Ziet u, vrienden, God is in staat om uit duistere chaos iets geweldigs mooi te scheppen. Maar God is er ook daar waar chaos is. Misschien hebt u wel gehoord van oude Adventisten van: ja, als je in die bioscoop gaat, gaat God niet met je mee. Nou, als jouw engel buiten blijft, dan kom jij niet levend uit die bioscoop. Dat kan ik je verzekeren. Nou,
Oké. We hebben gezien God, we kennen God door de schepping. Twee, we kennen God door zijn woord. Spreuken 3, 2 vers 3 tot 5 zegt, als je erom vraagt de dingen te begrijpen, roep onscherpzinnigheid, zoek ernaar als was het zilver, speurt ernaar als naar een verborgen schat, dan zal je ontdekken wat ontzag voor de Heer is. Dan zal je kennis van God verwerven. Maar dan zegt de Heer helaas in Hosea 4 vers 6, maar mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis. En ik denk dat dat eigenlijk de grootste misdaad die Gods kinderen tegen zichzelf kunnen plegen. Niet Gods woord bestuderen. Geen kennis hebben van hoe zij gered moeten zijn. En dan kan je het niet een ander kwalijk nemen. Je moet het jezelf kwalijk nemen. Ten derde zien wij God in de persoon en het karakter van Jezus Christus. Jezus is het vlees geworden woord. Zoals Johannes 1 vers 14 zegt. En hij kwam om ons te helpen om God te begrijpen en om ons ervan te verzekeren dat God ons begrijpt. Johannes zegt, niemand heeft ooit God gezien, maar de enige zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader is, heeft hem doen kennen. Die zelf God is. Niet vergeten. Jezus verkondigde Gods bestaan en openbaarde bovendien de waarheid over God. Er is een verhaal over een oude boer die alleen in een huis woonde. Naast zijn huis was er een grote schuur. Nee, het is niet broeder John, hè? Nee, dat is dat niet. Goed. Op een zeer koude wintersavond begonnen de vogels tegen de ramen van zijn warm verblijf te vliegen. En in een poging om aan de dodelijke kou te ontsnappen. Dus ging de oude man naar buiten en opende de deur van de schuur. Het was warm daar binnen. Maar tot zijn grote verbazing zag hij dat ze niet naar binnen gingen. En hij zwaaide met zijn armen en hij schreeuwde naar de vogels de schuur in te gaan. Daar was het immers veilig. Maar ze begrepen hem niet. Op dat moment wenste de oude man dat hij één van de vogels zou kunnen worden. Als hij een vogel kon worden, dan kon hij immers de andere vogels naar de schuur leiden. Om te voorkomen dat ze zouden sterven. En toen begreep deze oude man waarom Jezus gekomen was. Hoewel de oude man niet een vogel kon worden, kon God een mens worden. Dat deed hij. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Jezus beweerde God te zijn. Hij zei,
Hem zien is God zien. Hij zei ook dat hij de enige persoon was die rechtstreeks van God naar de wereld was gekomen. Hij vergaf mensen hun zonden. Dit kan alleen God doen. Veel andere passages in het Nieuwe Testament bevestigen Jezus' Godheid. Hij was God, de vlees geworden, die vlees geworden is en onder ons gewoond heeft. Hij is het evenbeeld van de onzichtbare God. Zoals in Colossenzen staat. Als wij het platte volk zijn, is het logisch dat de multidimensionale schepper God binnen onze vierdimensionale wereld kwam door ons, door mens te worden. Hij openbaarde zichzelf aan ons. Maar waarom? Waarom zou God dat doen? Waarom koos de multidimensionale schepper ervoor om naar deze vierdimensionale wereld te komen? Het heeft de schepper behaagd om in afwezigheid van de mens te zijn. God wandelde met Adam en Eva in het Hof van Eden. Hij sprak 5 keer tot Noach in 950 jaren. 8 keer tot Abraham in 175 jaar. 2 keer tot Isaac. En 1 keer tot Rebecca in 180 jaar. 7 keer tot Jacob en 1 keer tot Laban gedurende Jacobs leven. God sprak tot Mozes, tot de profeten. Hij sprak tot Paulus en Petrus. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Door de Bijbel heen zien wij dat Elohim, de God van de schepper, steeds een contact zoekt met zijn schepsels. God verlangt ernaar dat wij hem goed kennen. Dat wij zijn liefde zien voor zijn schepsels. Dat wij ook al zijn wij afgedwaald, dat wij dat zien en ook weer naar hem gaan vragen. Daarom nam hij de gedaante aan van een mens. In de persoon van zijn zoon Jezus Christus. Bekijk de woorden van Paulus in Filippenzen 2 vers 6 tot 8. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar die er afstand van. Hij nam de gestalte van een mens, van een slaaf, en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Zie hem hangen, Emmanuel, God met ons. Waar is God? Het antwoord heeft meer te maken met zijn aanwezigheid in ons leven dan met het geloof in zijn bestaan. We willen weten, waar is God wanneer ik pijn lijd? Waar is God als er iets vreselijks misgaat in mijn leven? Waar is God wanneer er ellende om mij heen is? En onze conclusies zijn afhankelijk van wat we als de graadmeter voor de waarheid in ons leven zien. Wij kunnen God zien in wat hij geschapen heeft. Wij kunnen hem zien, hem ontmoeten wanneer wij zijn woord lezen. We kunnen hem zien in de persoon en het karakter van Jezus. Vlak voordat Jezus werd gekruisigd, vertelde hij zijn discipelen over een trooster die hij zou zenden.
om hen te herinneren aan de dingen die hij hen geleerd had. Zodra wij onze zonden bekend hebben, ontvangen wij Gods vergeving en komt de Heilige Geest in ons wonen. En de Heilige Geest die in ons leeft, en dat, omdat wij ons aan God hebben overgegeven in de doop, neemt geleidelijk onze eigen natuur over en wij veranderen dag aan dag naar het beeld van Jezus. U en ik kunnen het niet zelf doen. Het is Gods Geest in ons die dat moet bewerkstelligen. En wanneer dat gebeurt, zullen anderen beginnen te ontdekken waar God is door ons te leren kennen. Waar is God? God is altijd bij de mensen geweest en hij wil ook altijd onder de mensen zijn. Sterker nog, in onze dagen wil hij met ons en ons zijn en in ons wonen door de Heilige Geest. Johannes zegt, net zijn de woorden die hij, die Jezus dan geuit heeft. Als je mij lief hebt, houd je aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd weer zal zijn, de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Daar is het verschil tussen de kinderen van de wereld en de kinderen van God. De Geest werkt met iedereen om allen naar God toe te trekken. Maar wanneer je God niet in je leven toelaat, dan zal de Geest ook niet in je komen wonen. En daarom kan de wereld Gods kinderen niet begrijpen. Waar is God als mensen verdriet hebben? Als hen onrecht wordt aangedaan, waarom grijpt hij niet in? Waarom liet Jezus Herodes toe om lafhartig al die baby's te doden? U zou ook de vraag kunnen uitbreiden met waarom laat God onschuldige mensen lijden? Dank u. Maar niet alleen Herodes. Hoe zit het dan met al die despoten, die dictators, die miljoenen en miljoenen mensen hebben gedood door de tijd heen? Veel onschuldig bloed hebben vergoten. Zelfs in onze generatie, in vele delen van de wereld. Ziet u, deze wereld is onder de invloed van een despoot. Een wrede dictator. Die de wereld gegijzeld heeft. Een tiran genaamd de duivel. En daar gaat het vandaag om. De duivel speelt niet volgens regels. En jonge mensen vooral, probeer niet te denken dat je slimmer bent. Want daar sta je al een paar nullen achter. Zodra je denkt dat je slimmer bent dan de duivel, oké, ik ga dit nog even doen. Weet je? Ja.
Totdat je eraan verslaafd bent. We zijn net soms als vliegen. In de tropen hebben ze vliegerpapier. Weet je? En die vliegen, die cirkelen erom. En plotseling gaan ze landen. En hun motor gaat uit. Dat is wat de duivel met je probeert te doen. God mag ingrijpen. Als we bidden, dat we hem vragen. Jezus zei zelf, sprekend over de duivel, de prins van deze wereld komt. Hij noemde de duivel de overste, de prins van deze wereld, de heerser van deze wereld. De duivel zei tegen Christus, als je buigt en mij aanbidt, zal ik je alle koninkrijken van deze wereld geven. Hij beweert dus dat deze wereld zijn eigendom is. En zo moet het ons dan niet verbazen als we onschuldigen zien lijden in de handen van de goddelozen in deze wereld die gegijzeld is door de duivel. U weet wel, de straf voor de zonde is de dood. Dat is wat er in de Bijbel staat. God echter in zijn genade heeft onze planeet niet vernietigd. Omdat hij op zoek is naar mensen die hem wel lief willen hebben en hem willen volgen. Daarom grijpt hij nog niet in. Hij wil zoveel mogelijk mensen redden. Als God al direct bij de eerste zonde had ingegrepen, dan zouden u en ik vandaag hier niet zitten. Dus, in plaats van de vraag te stellen, waarom laat God toe dat onschuldige mensen, zoals baby's in Bethlehem en andere lijden, moeten wij de volgende vraag stellen. Waarom is God zo barmhartig dat hij zoveel wil behoeden en redden, ondanks dat we de dood verdienen, oké? Laten we gaan naar Deuteronomium 32, vers 8 tot en met 12. Daar vergelijkt God zichzelf met een arend. Hebben we dat niet onlangs in de les gehad? Ja, goed. Ja. Het verhaal van die arend, dat was ietsje anders dan ik het bestudeerd heb. Maar goed, laat het als een aanvulling zien. Toen de Allerhoogste land toewees aan elk volk en de mens ieder hun deel gaf, bepaalde hij de grenzen voor alle volken naar het aantal nazaten van Israël. Want voor de Heer gold dat volk als het zijne. God heeft hen uitgekozen, niet zij hem. Jacob was het deel dat hij zichzelf toemaakt. Hij vond het in een dorre woestijn. Net zoals hij ons weer ook vindt in een dorre woestijn. Deze wereld is een dorre woestijn. Verdord door zonde. In een niemandsland, vol van gevaar. Hij omringde het met zorg en met liefde. Koesterde het als zijn oogappel. Ellen White zegt, en luistert u goed, het maakt niet uit hoe de kerk is. Het
is en blijft Gods oogappel. Er zijn genoeg mensen die proberen om anderen in de kerk te veranderen. Hou ermee alsjeblieft op. Ga liever op je knieën voor de ander. Mensen die denken, en dan krijg je van al die shoot-outs bewegingen, die offshoots moet ik zeggen, hè, die denken dat hun werk is om de kerk te reinigen. Zij willen het werk van de Heilige Geest doen. Probeer niet in Gods voetsporen, of laat het zo zeggen, probeer niet Gods werk uit zijn handen te pakken. Want je kunt het niet zo goed doen als Hij. Heeft Jezus niet gezegd? Het onkruid en staart moet samen opgroeien. Probeer niet uit te rukken, want je zou het die goede kleine plantjes er ook eruit kunnen halen. En veel mensen verlaten de kerk juist hierom. Nou, oké. Zoals een arend over een jongen, zijn jongen waakt en voortdurend over en blijft zweven, zijn vleugels uitgespreid en zijn jongen daarop draagt, zo heeft de Heer zijn volk geleid. Hij alleen, geen andere God was bij hem. Nou, wat doet die arend? Om te beginnen, het zijn vogels die hun leven lang bij elkaar blijven, als ze voor elkaar gekozen hebben. Het vrouwtje zoekt haar partner zorgvuldig uit. En weet u hoe zij dat doet? Zij neemt een twijg en gaat heel hoog op een rots zitten. En dat laat ze het vallen. En dat ziet, kijkt ze van of het mannetje het kan pakken. Als hij het niet kan pakken, wordt hij niet haar partner. Want dat zou betekenen van hij is geen stabiele factor om haar kinderen, haar jongens, haar jongen op te vangen. Nou, de arend bouwt zijn nest hoog op een rots. Het nest is 1 meter hoog, 1,5 meter breed. Stevig tegen wind en weer bestand. En als de kinderen groot en sterk genoeg worden geacht, brengt de arend het nest, begint de arend het nest te slopen, want de jongen moet eruit. Dan neemt een arend een jongen, een van de jongen, en brengt die naar de rand van de afgrond en laat het los. De vader blijf de kleine arend volgen en kan precies bepalen wanneer hij moet ingrijpen. En als de jongen niet begint te vliegen, duikt de arend in een vrije val naar beneden en gaat onder dus de jongen en spreidt zijn vleugels en neemt hem terug naar een veilige plek om hem daar te voeden en daarna proberen ze het weer totdat hij kan vliegen. Soms moeten wij ook worden losgelaten om ervaring op te doen, om sterker te worden en om de lessen van het leven te leren, om beproefd te worden. Maar wat de omstandigheid ook is, wij kunnen er zeker van zijn dat Gods oog op ons rust. Hij verliest ons niet uit het oog.
Hij verloor Jozef niet uit het oog. Daniel verloor hij niet uit het oog. Job was in zijn vizier. Zijn oog was op Jezus gericht. Toen hij werd gekruisigd. Hij verloor de apostelen niet uit het oog toen zij vervolgd en gedood werden. En ze hebben allen in hun lijden zijn naam verheerlijk. Goed. Nu gaan we afronden. Ik zal nog terugkomen op die atheïst die de vraag stelt. Ja, maar er is zoveel kwaad in de wereld, dus er is geen God. Oké? Maar waar het kwaad is, dan moet er ook goed zijn. Is dat niet zo? Ja? Immers, hoe kan je het weten? Komt even, broeder. Kwaad en goed staan tegenover elkaar. Dus, waar het kwaad is, moet het goed zijn. Dit zorgt voor polarisatie. Ja? Nou, wie beslist dan wie gelijk heeft? Ja? Waaraan toetsen we wat goed of kwaad is? Er moet een regel of een stelsel van regels zijn. Wij noemen die wetten. Ja? En waar er een wet is, moet er een bedenker van die wet zijn. Voor ons is dat God, die de bedenker van de wet is. De wet leert ons wat goed en kwaad is. Tegenover God staat een tegenstander, hè, die al Gods goedheid teniet wil doen. Die tegenstander heet de duivel. Dus, zeg het dan maar, zeg ik dan tegen de atheïst. In wiens honk sta je? Wij kunnen God niet met het blote oog waarnemen. Maar we kunnen er wel zeker van zijn dat Hij bij ons is. In deze wereld van chaos en ellende om ons bij te staan. Christus kwam in, hij legde zijn Godheid af en kwam in de volheid der tijden om voor ons te sterven. Dat was het, de eerste fase van het verlossingsplan. De tweede fase is wanneer Hij zijn kinderen komt ophalen. En dan zal het verlossingsplan voltooid zijn. Nu u weet wie Hij is en waar Hij is, kunt u ook iemand anders die op zoek is naar Hem ook helpen. Mogen de Heer u daarbij helpen. Als u uw vertrouwen wil stellen in God, de God die vandaag aan u gepresenteerd is, als u Hem wil vragen om u met zijn zorg en zijn liefde te omringen, neem dan even de tijd en zeg: Heer God die hemel en aarde gemaakt heeft, ik kom tot u. Ik dank u dat u mij hebt geschapen. Ik ben vandaag niet op mijn best, Heer. Maar dat was Jezus ook niet toen Hij aan het kruis hing. Dank u dat Hij voor mij, voor mijn zonde gestorven is. Zodat ik door geloof in wat Hij voor mij gedaan heeft, gered mag zijn. Lieve Heer, vergeef mij dat ik zoveel tijd voorbij heb laten gaan. Ik stel mijn vertrouwen in u. Dank u wel voor uw vergiffenis en dat ik uw kind mag zijn. Amen. Amen.
Lieve trouwe Vader in de hemel, wij danken u, Vader, voor uw aanwezigheid en uw leiding in ons leven. Wij danken u dat u ons uit deze dorre woestijnige wereld, dorp van de zonde, Vader, heb getrokken om uw kinderen te zijn. Vader, u heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Daarom bidden wij, Vader, wilt u onze hand blijven vasthouden, zoals u in uw woord zegt, Vader, Jesaja 46 vers 16, u hebt ons in uw handpalmen gegrift. Dat wil zeggen dat u elke dag, elk moment aan ons denkt. U houdt ons vast met uw rechterhand. Heer, zonder u kunnen wij niets, maar wij vertrouwen erop dat u, die de hemel en de aarde geschapen hebt, die deze wereld bekleed hebt, Vader, dat u ons de wereld ook wil bekleden met zegeningen, zodat wij ook een zegen voor anderen mogen zijn. Vader, wat er ook gebeurt, laat ons ons oog op u gericht houden, wetende, Vader, dat u het laatste woord hebt en niet het tegenstander. Wilt u elk gezin dat hier vandaag vertegenwoordigd is, of deze dienst via het internet gevolgd heeft, Vader, zegenen. Wilt u in hun behoeften voorzien? Wilt u blijdschap en vreugde in hun leven brengen, Vader? En wanneer er tegenslagen komen, mogen wij weten in wie wij vertrouwd hebben. Vader, wij plaatsen onszelf vandaag onder u, in Jezus' naam. Amen. Amen.